op naar de wasstraat. Nou, we hebben een klusrijke rit, geloof ik. Zo, heb jij wat te vertellen? Ik heb voor Customer Talk heb ik een artikel geschreven. De devaluatie van advertenties en wat merken daar bijvoorbeeld mee zou kunnen doen. En is dit voor iedereen geschikt? Waarschijnlijk niet. Red Bull, dat is gewoon een suikerdrankje. En daar ook hele relevante content van te maken. Kijk bijvoorbeeld naar The Art of Flight. Prachtige film. Hè? Ja. Maar dit is dus waardevolle content. Campagnes en banners, dat die eigenlijk zijn waarde verliezen zodra de pot leeg is. Terwijl als je mooie content maakt, dat het gewoon jaren meegaat. Een heel goed punt. Red Bull, als die ineens beslissen van we gaan voortaan ons richten op gezinnetjes, dan hebben ze ineens gewoon ontzettende klote content. Red Bull slaat natuurlijk helemaal nergens op, hè? Dat vinden jongeren toch tof? Ik heb geen zin meer om een nek te breken. Voor mij is het ook langzamerhand minder interessant geworden om een nek te breken. Ja, baasjes in de organisatie willen scoren. Is het ook een beetje het artikel over dat je menselijk moet proberen te zijn? Dit is een hele lekkere wijn, maar wist je dat er ook nog een heleboel andere op? En als je nou content verkoopt, hoe zou je dat dan doen? Goeie vraag. Nou ja. Onze kranten online die merken dat de advertentieinkomsten ook steeds meer teruglopen. Hoe zorgen we ervoor dat onze advertenties relevant zijn? Ja, ik wil heel graag dat jij fijne artikelen schrijft en daar betaal ik voor. Of moet je juist gaan proberen om nevenactiviteiten je content te financieren? Ja. Ineens kreeg je geld omdat mensen op de radio naar je muziek luisterden. Ja. Maar tegenwoordig zie je ook een heleboel succesvolle DJ's en producers. Ja, zeg maar knikkenbollend het podium staan en that's it. Super. De lichtshows en dat soort zaken, die worden dan steeds belangrijker. Ja. Ik sprak laatst met de hoofdredacteur van Smashing Magazine. Ja. Maar ze zijn aan het proberen om dat op een andere manier te doen. Evenementen aan het organiseren. Congresje. Daar gaat de camera aan. Freiburg, Duitsland. Ja, want het is een Duits magazine, toch? Proberen. Ze zijn aan het zoeken naar andere manieren dan advertenties, omdat ze... Ja. De mensen hebben een hekel aan advertenties. Designtechnisch, hoe je die advertenties zorgt dat ze unobtrusive zijn. Ze moeten obtrusive zijn. Ja. Je gaat een concurrentiestrijd aan met jouw content. Die twee die zouden elkaar eigenlijk moeten ondersteunen. Het verdienmodel van mensen die hele mooie content kunnen maken, ja, dat moet gebeuren. Ja. Want anders sterft mooie content uit. Kijk, je hebt heel veel winstcontent en je hebt niche-content. En dat zijn mensen die met liefde... content maken. Die willen gewoon genoeg geld hebben om van te kunnen leven. Maar worden die twee, die staan elkaar niet in de weg overigens. Die mensen die op Kickstarter staan, die connectie met hun publiek hebben gemaakt en waanzinnig succesvol zijn met van goede funding voor hun producten. Ja. Maar wat ik merk bij een heleboel contentmakers, dat ze zeggen van ja, ik ben nu eigenlijk een algemeen verhaaltje aan het maken. Ik wil eigenlijk lekker diep op een onderwerp in kunnen staan. Nou, dat is natuurlijk ook altijd van ja, wat is je publiek? Er zijn hele specialistische content magazines. Nou ja, weet je, daar komt geen marketeer op kijken, dus je hoeft geen simpele taal uit te slaan. Inderdaad, op een Frank Watching of Marketing Facts. Je toon een beetje aanpassen zodat. Het is een andere manier van dingen schrijven, dat is wel heel erg fijn. Dat het samen kan staan. Ja, dat is wat leuk. We zijn er alweer ook, hè? Het is lekker druk ook. Oh ja, en het is prachtig weer, mocht het nog niet zijn opgevallen. Nee. Daarom gaan we straks ook een foto maken. Jij bent dus van de Smashing aan gaan schrijven, hè? Ja, ik schrijf nog steeds de Daily Nerd bijna elke dag. Hè, waarbij ik artikelen die interessant zijn voor designers en webdevelopers. Toen sprak ik op Mobilism Congres. Vitaly Friedman, dat is de chief, toen zei hij van... Nou, wil je misschien het op Smashing Magazine publiceren? Ja. Dus de Smashing Daily bestaat nu. Elke dag wordt op Smashing Magazine gepubliceerd. Nerds en designers, dat is echt dezelfde doelgroep. Alleen hij heeft een veel groter bereik. Maar ik wou zo het Polish pakket als je dit... zeker, geluk. Gaat eigenlijk nergens op, hè? Een viertje dan. Wat echt niet meer. Maken? Ah, nee, we filmen, we praten over ons vakgebied. Een nieuwe kijker. Maar dit is ook goed, hè? Dit is gewoon een goede verkoper die zegt... Ja. Dat heb je helemaal niet nodig. Dat heb je helemaal niet nodig. Doe maar de goedkope. Ik zet hem weer in zijn achteruit. Nee! Kant B. Moet je ook naar kijken, hoor. Dat is heel leuk. Nou, feedbacks dan maar, hè. Ik heb de wasstraat audio heb ik op SoundCloud gezet. En wat je dan ziet is een soort van strookje. Het leuke is, je kan dan ook commentaar geven in de audio. Zo, ja, dat is heel mooi gedaan. In je Flipboard kan je zoeken op audio en wasstraat. Gewoon luisteren naar de wasstraat, terwijl je lekker door je artikel aan het kijken bent. Echt tof. Ja. Oh ja, en ik heb geprobeerd om alles HD. In alle eerlijkheid, ik hoef niet in HD op het internet. Oké, jongens, je ziet een tijdje niks, maar we knippen. Oké, nou, nu gaan we nog even langs ons collega's. Dat was een collega aan de telefoon. Die zag dat er een Smashing
Conference is. Het is in Duitsland, in Freiburg, bij het Schwarzwald. Dat is een lekkere taart aan. Ik word wellicht uitgenodigd, zoiets. Het sprekerscircuit. Ik vind het echt wel heel erg tof. Ik heb nu ook een lekker groot publiek. Ja, dat heeft toch wel waarde of zo. Link alleen maar naar dingen die ik echt interessant vind. Ik heb een overvloed aan kennis. En ik denk dat er andere mensen zijn die veel betere, mooiere dingen kunnen maken met de kennis die ik heb. Ik was 2 weken geleden naar het Mobilism. Dat is een congres over het mobiele web. Huh? De eerste dag vond ik zelf nog wat deprimerend. En dat was heel frustrerend eigenlijk. Dat was de hele tijd van dit kan niet en dat kan niet. Ja, gelukkig op dag 2 was er echt een hele andere. Was echt een hele andere conferentie. Je moet kijken wat het web wel kan en wat native niet kan. Ja. Het is zeg maar alleen de blikopener van je zakmes. En de blikopener kan niet delen met de kurkentrekker. Ja, maar delen is een wezenlijk onderdeel van wat we doen. Van het internet, ja. Ja. De vraag is natuurlijk ook of de appmakers dat ook willen. Hè? Of ze, of ze daar dan ook geld mee verdienen. En die gast die zei ze van ja, eigenlijk hebben we telkens, maken we een telkens grotere walled garden. Het internet is eigenlijk niet gebouwd als gecentraliseerd ding. Ja, eigenlijk is Facebook een soort van virus. Aan de andere kant heb je ook mensen die zeggen ja, nee, dat internet dat is gewoon een tijdelijk raar ding. Ja. Het gedistribueerde aspect van het internet is wel iets wat heel erg veel vrijheden, heel veel mogelijkheden biedt. Ja. Mensen, vooral individuen die zich om privacy bekommeren, mm-hmm. die zijn bezig om te kijken of dat internet niet volledig gedistribueerd kan worden. Oh, wat gaaf. Wij geloven echt dat Facebook 100 keer hun winst waard is. Wat mij verbaasde was het mateloze optimisme. Waar hebben we dat ooit eerder gezien, hè? Zo, mooi. Dag iedereen. Doei, tot de volgende keer.